Alright. Mag ik iedereen vragen om weer even zo snel als mogelijk een plekje op te zoeken in de zaal? De mensen in de pre-function area, mag ik de organisatie vragen om die mee te nemen voor ons, zodat we kunnen opstarten? Ik zie nog best wel wat mensen buiten staan. Dus AUB, try and grab a seat. Jullie hoeven niet allemaal achterin te blijven zitten, jullie kunnen gewoon naar voren komen. Die witte stoelen kosten evenveel geld als die blauwe. Ja. All right, please have a seat. Zoveel mogelijk voor. Er is nog veel plek voor. Please fill the white chairs. All right. Thank you so much for joining us for the closing keynote for today. It's an honor and privilege to introduce our next speaker. Hij heeft de memo gemist van gisteren toen ik iedereen had gevraagd om niet te lange bio's te sturen. Ai, kies maar een bio, ja boy. Maar ik heb een paar dingen eruit gehaald, want ik wil juist die tijd gebruiken dat Mike zelf invulling kan geven daaraan en niet te veel tijd verdoen aan de introductie. Maar het moet wel respectvol blijven, want hij heeft wel een hele mooie staat van dienst. Mike Antonius die zou ooit eens beginnen aan een opleiding om economics teacher te worden. Toen heeft hij besloten, nou gaan we niet doen. Ik wil graag marketing gaan studeren, heeft hij ook gedaan. En daarna heeft hij ook nog een MBA gedaan van de Maastricht School of Management in de Netherlands. Toen heeft hij een hele hoop trainingen, een aantal van ze heb ik samen met hem gedaan. Maar toen heeft hij nog meer dan mee gedaan. En hij is een van de weinige total leaders of LMI in Suriname. Maar Mike zorgt er ook voor dat hij zijn kennis, kunde en ervaring deelt. En dat doet hij in zijn rol als coach. Een van de, zijn coaches die zit hier links voor me, toch? Ooit eens? Ja, ja, ja. Wees je hele cool leerling overdreft de meester. Ik leer dat samen precies. En dat doet hij ook in zijn rol als voorzitter van, of aan de board van de Suriname Indoor Soccer Federation. Futsal dus, is een van zijn passies. En als coach zorgt Mike ervoor dat hij nogmaals zijn kennis, ervaring, kunde deelt met de volgende generatie. Hij is in 1995 in dienst getreden bij Telesuur als purchasing officer. He worked his way up. Manager internet en multimedia services. Toen manager Telesuur Netherlands. Toen manager corporate strategy. En hij heeft in 2016, he was appointed acting CEO of Telesuur. En 2 jaar later in juni 2018, sorry. Mike, volgende maand moeten we gaan eten hoor. Ja, juni 2018 is hij officieel benoemd tot CEO van Telesuur. In 2023, februari dit jaar dus, he was elected the chair of the board of the Caribbean Association of National Telecom Operators, CANTO. Verder, hij is geen Real Madrid fan, hij houdt verschrikkelijk van Barcelona. Laat de Telesuur er beginnen lachen, you got the inside joke. Alright, ik ben een Barcelona fan, hij is een Real Madrid fan. Hij heeft gelukkig 1 prijsje gewonnen dit seizoen. We zijn blij dat ze toch wat hebben gehaald dit jaar, weet je? Ja, anyway, Mike, je mag niets hierover zeggen als je opkomt, hoor. Verder zie ik op zijn status dat hij de laatste tijd ook basketbal volgt. Ben je een Lakers fan? Ja, LeBron, oké, ik ook. Daar kunnen we door 1 deur. Mike en ik hebben in een hele relatief korte periode heel veel lief en leed met elkaar meegemaakt. Ik had ook het genoegen om samen met hem, toen ik bij Telesuur werkte, te racen. Dus we hebben ook wat war stories samen. En we proberen elkaar te ondersteunen waar we kunnen. Soms op grote afstand en soms heel erg dicht bij elkaar. Maar het is een vriend voor het leven. Dames en heren, mag ik uitnodigen Mike Antonius, de closing keynote speaker voor our summit. Mike, start je presentatie.
zo starten, ja. Champagne for everyone. Dames en heren, goedemiddag. Bedankt voor de intro, Ferranto. Je kan niet altijd winnen, maar je leert ook bij verlies en je troost je bij 14 kampioenschappen. Ik voel me heel erg vereerd dat ik vandaag de closing remarks mag doen, de closing, de keynote. En voor sommigen van u, zal die ooit een presentatie van mij heeft bijgewoond, zal ik niets nieuws vertellen. Maar wat ik wel probeer te doen, omdat ik een man op een missie ben, is elke keer iets toe te voegen van, wat heb ik gedaan? What have I executed? Ik heb ook een paar keer hier gehoord vandaag, ja, we weten allemaal wat we moeten doen, toch? Maar uiteindelijk, we weten ook nog hoe, maar doen we het? Dus voor mezelf heb ik dat tot een missie gemaakt. Ik ga het doen. Dus sorry voor degene die misschien denkt dat ik iets nieuws ga vertellen, maar ik ga het weer hebben over securing our digital future. Bij de voorbereiding van deze presentatie kwam ik deze quote tegen van Jack Welch. Jack Welch is CEO onder andere geweest van General Electric. En ik kan me helemaal terugvinden in die quote. The biggest opportunities for companies has come by far in the digitalization of internal processes. Toen ik begon bij Telesuur, toen merkte ik onder andere hoe weinig er gedigitaliseerd was van interne processen. En ik dacht, hé, weet je, ik kan hierover blijven praten of we gaan er wat aan doen. En we zijn gestart. We hebben onder andere een purchase-to-pay flow gedigitaliseerd. En hebben nog steeds hiccups, hoor. Maar feit is, we've done it en we zijn continu bezig aan improvement. Een andere die binnenkort opgeleverd wordt, is een order-to-pay flow. Waarbij klanten van huis uit onder andere aanvragen kunnen doen tot aan betalen. Maar over betalen straks meer. Want we weten allemaal wat het probleem is. Betalen. Goed. We leven in industrie 4.0. Wat betekent dat? De vierde industriële revolutie gaat over de samenstelling van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is een integratie van kunstmatige intelligentie, AI, robotica, Internet of Things en alle andere zaken die je daarbij kunt benoemen, zoals ook 3D-printing, genetische manipulatie. Kortom, wat hierin mij heel erg aanspreekt is een samenstelling en de integratie. Ook eerder vandaag is benoemd hoeveel verschillende applicaties er vaak zijn en die niet tot elkaar praten. Geen integratie. En precies over die integratie, daar gaat Industrie 4.0 over. En ook in mijn werk ben ik tegengekomen over hoeveel applicaties er niet waren, bijvoorbeeld in een simpele order-to-pay flow. Zo gauw je human intervention in het geheel krijgt, risico voor failures, risico voor data loss, etc. De situatie waar we naartoe werken, heeft er allemaal op gericht om alles te gaan doen in één applicatie. Very challenging. Ik ben geen arts, maar om dit voorbeeld te gebruiken, it looks very much like an open heart surgery. Wij hebben voor onszelf ook gezegd van, we moeten digitaal transformeren. We hebben een roadmap 2025 ervoor uitgetrokken. Het is gerelateerd aan ons strategisch plan dat in 2020 ontwikkeld is. En we zitten nu halfway. Halfway in die roadmap en dit jaar is voor ons een zeer kritisch jaar. In dit geheel
zijn wij aan het transformeren. Transformeren van een klassieke telecom operator naar een digital communication service partner. Mooie woorden, maar het betekent ook dat je vooral je huiswerk moet maken om het te worden, zodat we uiteindelijk inderdaad zoveel als mogelijk digitaal onze diensten niet alleen leveren, maar ook het klantcontact, alles dat eraan gerelateerd is, ook afhandelen. Een van de punten in dit geheel is natuurlijk ook factor mens. Factor mens, ook eerder genoemd door voorgaande sprekers, het betekent ook voor mensen een mindshift. Een mindshift maken, want een van de zaken die in die order to pay flow naar voren komt, is dat wanneer alles digitaal gedaan is, gaan we geen papier meer gebruiken. So, Masters of Ceremony, next time, please, don't bring your papers. We gaan ook papier uitfaseren. Volledig uitfaseren. Ik heb meegemaakt de situatie, en vooral financial people, they have that. I'm nothing against financial people. Ik ben begonnen, is een van mijn beginstudies geweest. Waarbij ik aangaf van mensen, vanaf dit moment geen papier meer. Het leek wel een verkramping, het leek wel een totale verwarring. We hadden de purchase to pay flow geïmplementeerd. Voor die periode had ik elke dag mappen op mijn bureau van dingen die getekend moesten worden en dat was allemaal digitaal. En mensen konden niet wennen eraan. Het betekent ook, we moeten de mensen in het traject meenemen, zodat ze die mindshift kunnen maken. Dit geheel zorgt ook voor een aantal voordelen. Vooral wanneer je financial audits moet doen. Eeuwig is het papier zoeken, 5 jaren lang papier opslaan in mappen op kantoor. Vervolgens 10 jaren lang gaan mappen in een magazijn. Ga het zoeken. Digitaal. Je hoeft het maar te zoeken op een keyword en je hebt het. Je kan sneller door onder andere ook dat soort requirements gaan die bij audits verplicht zijn. In het geheel van die roadmap hebben wij ook met name factor mens in meegenomen. We hebben ons functiehuis veranderd. Ons functiehuis was eigenlijk gebaseerd op werkprocessen van de tweede industriële revolutie. Die hele derde zijn we voorbij gegaan en uiteindelijk willen we mensen in een environment laten functioneren die afgestemd is op de tijd van vandaag. Dus ook dat is een aspect geweest waarbij wij aan hebben moeten werken. Om een simpel voorbeeld te geven, taakomschrijvingen. Mensen zijn ook wel gericht, maar dit staat niet in mijn taakomschrijving, dus dan ga je het niet doen. Maar uiteindelijk is het wel wat de klant verwacht. Precies dat je niet gaat doen. Dus in het nieuwe functiehuis zijn de taakomschrijvingen niet meer zo specifiek geformuleerd, maar zijn ze veel generieker. En daardoor kan je in ieder geval meer ruimte creëren voor mensen om zich te ontplooien. En daardoor creëer je dan ook wel situaties dat je geen scherpe lijnen hebt. Want in die nieuwe omgeving werk je niet meer in zuilen, maar in layers. Dus belangrijk was ook om die interne transformatie te ondergaan. We hebben dat vorig jaar succesvol kunnen implementeren. En natuurlijk zit je in een adaptiefase, zodat dit verder zal gaan groeien. Er zijn veel meer punten waar ik binnen de roadmap op zou kunnen inspelen. Maar dit is eigenlijk niet het belangrijkste van mijn presentatie. Wij hebben ontwikkeld in 2017, dacht ik, toen we bezig waren met het Telesur Nationaal Breedbandproject, een e-Suriname-visie. Een e-Suriname-visie omdat we bezig waren met
fiber aanleggen en we wilden niet weer gewoon een project uitvoeren dat niet een integraal geheel zou kunnen zijn van iets anders. We hebben deze visie vanuit de strategieafdeling bij Telesur ontwikkeld. En vanaf 2017, en we zijn dit consequent aan het uitvoeren. Binnen deze slide zie je met name hoe wij onszelf zien als digital service enabler. Je ziet Telesur in het midden voor als leverancier van high-speed broadband. En daarnaast zie je een aantal e-services. Een aantal e-services die over de broadband speeds natuurlijk geleverd worden. Een van ze, waar ik vandaag heel veel aandacht aan zal schenken, is e-payment. E-payment vanwege het feit dat ik, en jullie ook, geloven dat dit de engine is om onze digitale economie op gang te brengen. Zonder een valide, goed geïntegreerde, door een ieder geaccepteerde e-payment service zullen we altijd achterstanden hebben in de digitale economie. En daarmee gaan we de digitale kloof die er is met de ontwikkelde landen niet kunnen verkleinen. We leven in een mondiale digitale economie. En Suriname moet ook daaraan meedoen. En de kansen die er zitten in de mondiale digitale economie, daar moeten Surinamers ook aan participeren. Ik ga terug even naar wat we gedaan hebben om ervoor te zorgen dat er een valide infrastructuur is. Want wanneer je over die digitale economie wil praten, dan moet je wel ervoor zorgen dat er een valide infrastructuur is. We hebben de complaints gehoord vanuit de samenleving. Internet was veel te traag. We hebben fiber uitgerold. Als het gaat om de vaste lijnen. We hebben onder andere fiber uitgerold tijdens het Telesur Nationaal Breedbandproject. Meer dan 253 MSAN-kasten. We hebben met name aerial fiber uitgerold. We hebben zo op die manier grote delen van Paramaribo en Wanica voorzien van fiber. Fiber to the home. Meer in Paramaribo, fiber to the curb. En we zijn vorig jaar begonnen met het uitrollen van fiber onder andere in de overige districten. Ik mag vermelden dat we vorige maand fiber to the home in Ikeri hebben opgeleverd. We hebben ook fiber to the home in Mungo opgeleverd. We zijn nu druk bezig met het opleveren van fiber to the home in Komowijnen. En we gaan ook richting Para. Saramaka, dat is ook een gebied waar er fiber to the home opgeleverd zal worden dit jaar nog. Dus naast wat we reeds hebben uitgerold aan fiber, zijn we verder fiber aan het uitrollen in de gebieden die ik net genoemd heb. Maar niet alleen met de vaste lijnen hebben we een behoorlijke improvement. Ook als we kijken naar mobiel. Kunt u zich herinneren de dagen Oruyari? Ik kan niet eens bellen. Geen sms versturen. Komt drie dagen later aan. Het was een 3D service, by the way. Alleen wisten jullie het toen nog niet. Maar die zaken kunnen ieder zich herinneren. Maar de afgelopen jaren kan je video streamen aan de Domineestraat. En we doen het. En we staan er niet eens bij stil dat je het kan doen. Die negatieve experience heeft zo'n gevoel achtergelaten dat het niet uit jullie geheugen vaak te wissen is. Maar die positieve experience, en daarom ga ik het altijd blijven benoemen, je kan video streamen. Je kan live gaan op Facebook tijdens de Oruyari-feest. Want er is meer dan genoeg capaciteit. We hebben, als het gaat om LTE, een behoorlijke uitbreiding gehad.
een behoorlijke uitbreiding in, heel even, kijk als ik het juiste deel heb, een behoorlijke uitbreiding als het gaat om waar er LTE services geleverd wordt. Dit jaar zijn we verder bezig met uitbreiden van LTE. We halen gemiddeld speeds die rond de 100 Mbps zijn als het gaat om LTE, afhankelijk van de frequentie. We hebben uitbreidingen gehad voor dit jaar tot in de districten. Dus zelfs in de districten Brokopondo en andere delen. We hebben weliswaar een delay gehad bij de oplevering van het project, want de bedoeling was om het tijdens de pandemie opgeleverd te krijgen. Maar dat is vanwege allerlei supply chain challenges toen niet gelukt. Maar inmiddels hebben we het wel. We hebben de 5G-services ook gelanceerd, maar daar kom ik straks op. Maar ik wil het nog heel even hebben over LTE. Omdat voorlopig is dit nog prime binnen onze markt. En waarom zeg ik dat? De meeste phones ondersteunen 5G, of LTE, maar nog geen 5G. We hebben een gigantische challenge met leveranciers van handsets om bijvoorbeeld het netwerk te approven op 5G. En dat komt niet zozeer vanwege de uitdagingen binnen ons netwerk. Dat komt gewoon vanwege het feit dat ze er of geen tijd aan geven of geen prioriteit aan geven. We hebben wel approval van Apple. En we leveren daarom dus ook 5G op Apple handsets. Soms moet je even naar je instellingen gaan om dat bij te stellen, zodat je inderdaad van de 5G-service gebruik kan maken. Op de Apple handsets halen we speeds die variëren rond de 500 Mbps. Op andere handsets halen we speeds rond de 1 gig. We hebben daarom ook vanwege de significante investeringen in ons netwerk ook wel awards gehad. Van Ookla Speedtest site hebben wij most consistent network. En dat was voor ons belangrijk. Want je kan iets leveren en dan is die very variable. Of je hebt er meer aan wanneer het consistent is. Je weet wat je eraan hebt. Ik zei al eerder, we hebben onze 5G-netwerk, we hebben hem gelanceerd in downtown Paramaribo, 30 sites. En voor nu gaan wij daar geen verdere uitbreiding in doen. Het is belangrijk voor ons om het te hebben, zeker vanuit een marketing perspectief. We zijn de first in de Caribbean en je kan zien hoe happy ik was op de dag van de lancering op 25 november 2019. Maar financieel halen we er nog niet heel veel uit. Niet heel veel uit, voornamelijk vanwege het feit dat als je kijkt naar welke handsets mensen het meeste gebruiken, dat zijn dat Samsung handsets. En Samsung die heeft ons netwerk helaas nog niet approved. En dat komt vooral vanwege het feit dat ze heel slecht bereikbaar zijn. Voor dit jaar hebben we nog een aantal interessante implementaties. En zeker hier op een summit is het leuk te noemen dat we bezig zijn om faulty te implementeren. En wat zal het voor je betekenen? Tegenwoordig, als je met een datasessie bezig bent, je kijkt naar een YouTube film, je wordt gebeld, bam, datasessie stopt, want voice heeft voorrang. In de toekomst zal het niet meer zo zijn. Datasessie gaat gewoon door, terwijl je je voice call onder andere afhandelt. Even een simpel voorbeeld om aan te geven wat een van de voordelen zal zijn. We waren ook genoodzaakt dit project eerder uit te voeren, want wanneer je naar het buitenland gaat, merken we ook dat als het gaat om roaming, het steeds uitdagender wordt. Omdat als we zelf geen faulty hebben, kan je ook niet faulty roamen. Ik zei het net al, het is voor mij even nodig geweest om te vertellen van wat hebben we gedaan. Maar nu is het belangrijk te kijken naar what's next, what's the way forward, wat hebben we nodig. Wat hebben we nodig voor onze digital economy?
En dat hebben we tijdens deze summit een paar keren benoemd. E-payments. En ik zal een case behandelen met jullie dat ik van nabij heb meegemaakt. En ik kan het een en ander ook over vertellen, omdat wij vanuit Telesuur shareholders zijn in Unifi5Pay Plus. En vandaar weten wij ook wat de obstakels zijn. En belangrijk is, ik ga een aantal dingen benoemen. En als ik misschien iets benoem dat je niet prettig vindt, it's not personal. Maar het is wel iets waar we met z'n allen aan moeten werken, willen we bij de volgende summit hier zijn en zeggen van, ai, het is opgelost. Want ik denk niet dat we hier naar een summit komen. Het is natuurlijk leuk om elkaar te zien. Het is leuk om straks ook naar een netwerkborrel te gaan. Maar waarmee gaan we weg? Waaraan gaan we werken? Want uiteindelijk, daar gaat het om. Daarom zijn we hier. Dus een van mijn drijfsferen voor de komende periode is stakeholders engageren over dit onderdeel. Ik noemde net al, we hebben voor zover ik weet, en misschien heb ik één gemist, maar dan is het ook niet om onaangenaam te zijn, maar ik benoem even twee e-payment solutions. We hebben, en in mijn voorbeeld zal ik dan stilstaan bij Unifi5Pay Plus. We hebben hier ontzettend veel effort in gezet. En ik zou je zeggen, we waren de pandemie, het woord gaat niet zo mooi klinken, maar we waren de pandemie dankbaar. Echt. Want je had geen keus. Wat merken we na de pandemie? We gaan terug naar Oru-Gwenti. We gaan terug naar die cashcultuur. Die zijn dingen die niet bevorderlijk zijn om die digitale economie verder te ontwikkelen. So, we hebben summits als deze nodig om awareness te blijven creëren en elkaar scherp te houden, zodat we kunnen stimuleren alle aspecten die nodig zijn om onze digitale economie tot ontwikkeling te brengen. En daar is er input nodig van alle stakeholders. Zonder vinger te wijzen, ja, maar jij doet dit niet, jij doet dat wel. Nee. Dus awareness creëren en laten we er samen voor gaan en die digitale economie verder ontwikkelen. Binnen de app van Unifi5Pay hebben we mogelijkheden gecreëerd. Met name in de periode van de pandemie was dat super belangrijk. Dat je van huis uit je utilities rekeningen kon betalen. Toch? Waterrekeningen, elektriciteit en telefoon. Gelukkig hebben de utility companies daar flink aan meegewerkt. En ik moet zeggen, tot vandaag aan de dag is het de enige payment solution waarbinnen je dit binnen de app kan doen. Daarnaast hebben we gecreëerd dat ook je mobile credit van zowel Telesuur als Digicel je vanuit de app kan kopen. Je hoeft er ook niet de deur uit. Waar ontstaat het probleem? Het probleem ontstaat met name je wallet opwaarderen. Je wallet opwaarderen en dat geld moet er vooral snel zijn. Het duurt vaak bijna 24 uur als je je wallet hebt opgewaardeerd voordat het geld in je wallet zit. En speed is belangrijk. Want als je geld nodig hebt, wil je niet 24 uur wachten. En dan dat in een digitale omgeving. Denk maar aan je irritatie wanneer je naar een ATM gaat eind van de maand en je kan niet pinnen. Even serieus. Je wordt toch knettergek. Dus dat soort inconveniences kan je niet hebben in deze omgeving. Ja, dat soort inconveniences kan je niet hebben in deze omgeving. En ik ben iemand, ik hou er niet van om het wiel opnieuw uit te vinden. Ik haat het. Als er ergens een successtory is, hou ik ervan om te kijken van, oké, wat zijn de ingrediënten van dat succes? En ik ben een successtory tegengekomen. Ook eentje die is begonnen tijdens de pandemie.
We gaan even naar een filmpje kijken. Pix. It's easy to say, isn't it? And paying using Pix is even easier. Pix is a payment method developed by the Central Bank of Brazil based on the open banking concept, and it has launched in November 2020. It's already part of the life of millions of Brazilians. Thanks to Pix, you can make payments and transfers. Free for individuals, competitive for companies. Pix is always available, including weekends and holidays, 24/7. That's why Pix has become a success in Brazil. Numbers don't lie. On the first week after its creation, more than 12 million transactions went through Pix. In just a few months, transaction volume has grown over 20 times. And Pix has now more than 100 million users. The success of Pix isn't a surprise. Immediacy and practicality can explain the reasons why. Pix has the potential to leave traditional payment methods behind. It's very simple. Take a look. First, select Pix on the checkout as the payment option. Fill in the details and press confirm. Then open your bank's app or e-wallet. Scan the QR code. Check the amount and recipient's details. If everything's okay, go ahead. Your payment is now completed. See? Pix is not only easy, but also convenient for all those involved on the payment process. Fast, secure, and easy to use. Competitive cost, frictionless, instantaneous. Pix benefits everyone, bringing more inclusion. A fantastic UX, incomparable cost and speed. Thanks to Pix, you can now offer Pix as a payment method for your customers, increase your sales, and reach Brazil as a local, a market of over 200 million. Understand Pix's solution bringing Pix to your doorsteps, the cross-border Pix. Pix, we connect Brazil to the world, fast and secure. Pix. Dat is Pix. Ik weet niet of jullie van Pix hebben gehoord. Maar in Brazilië betaal je bijna niet meer met geld. Het is Pix. Het is so easy to use. Zelfs als je een kokosnoot op straat wil kopen, betaal je met Pix. Handig van Pix is de speed. De snelheid waarmee je kan betalen. P2P. Ik denk dus dat dit sowieso een solution is waar we naar kunnen kijken. Ik ben ook eentje tegengekomen in India. Want ook India hebben ze een enorme ontwikkeling wanneer het gaat om digital payments. Ik heb voor deze gekozen omdat die dicht bij huis is. En ik heb ervoor gekozen omdat ik denk van, laten we niet het wiel gaan uitvinden. Weet je, we're wasting time, we're wasting money. Ik wil even stilstaan bij een aantal key features die zo net benoemd zijn in dat filmpje. Voor een succesvol e-payment solution heb je nodig instant transactions. Payments and transfers are completed within seconds, regardless of the time or day. Betekent, je moet er zeker van zijn wanneer je de betaling doet, dat die succeed is, want anders begin je te twijfelen en het moment je twijfelt, hey, you're done. Availability 24/7. Niet vandaag opwaarderen of top-up doen en overmorgen je geld bijgeschreven zien. Werkt niet, toch? You need it immediately. Immediacy is key. The system operates non-stop, allowing users to conduct transactions at any time. Daarnaast, belangrijk is, het moet niet te duur zijn. Een van de challenges die wij krijgen wanneer vanuit Uni5Pay is resellers of locaties waar je moet opwaarderen of wat dan ook, die willen te hoge commissies hebben. Maar in feite hoef je niks te doen. Je moet alleen het geld in ontvangst nemen. En dan wordt het al gauw vergeleken met bijvoorbeeld, ja maar die telesuur prepaid kaarten krijg je zoveel procent. Nee, dat zijn allemaal zaken die
tegenhouden. En wij moeten zoeken naar oplossingen die stimuleren. Toch? Je mag mij accountable houden ervoor, maar zo gauw wij een e-payment solution hebben, het moment die delen in onze infrastructuur er zijn, en dat is er binnen een jaar, willen wij e-payment solutions gewoon gratis mogelijk maken. Dat is waarmee wij in willen komen. Gewoon gratis mogelijk maken. Niet om, ja, maar ik heb geen data over straat. Ja, want anders gaat die digitale ontwikkeling niet van de grond komen. Cost effective. PIX transactions are generally cheaper than traditional payment methods, making it an attractive option for businesses and consumers alike. Een andere feature is versatility. PIX can be used for various purposes, including person-to-person, person-to-business and business-to-business transactions. Ik vertelde al wat ik zelfs heb gezien over hoe makkelijk de taxi je betaalt met PIX. Het is gewoon overal geaccepteerd. En een hele, ik hou niet van dit voorbeeld, want ik doe niets met gambling. Ik respecteer wel zij die het doen, maar in Brazilië hebben ze zelfs hun Suribet helemaal op PIX aangesloten. Dus je begrijpt, de stroom van geld in het geheel is significant. En ik zal je nog iets verklappen. Vroeger was het zo dat de bedrijven waar de meeste cash circuleerde, waren, wie kan eentje noemen? Waar er het meeste cash circuleert. Vroeger, Parbo bier. We drinken veel Parbo. Daar had je meeste cash circulatie. En dat werd daarna opgevolgd door oliemaatschappijen en telecom operators. Tegenwoordig, weet je wat het is? Suribet. Meeste cash. Denk aan Tori als je zoiets integreert in zo'n online payment system. Als we kijken naar wat gaan de voordelen zijn. Speed. Niet meer het gedoe waarbij je opwaardeert en het dagen duurt. Convenience. Het moet 24/7 available zijn. Maar belangrijk in de oplossing van PIX, en nu komt het. Het is geïmplementeerd vanuit de Centrale Bank van Brazilië. The transactions are encrypted and monitored by the Central Bank of Brazil, ensuring a high level of protection. Het initiatief kwam vanuit de Central Bank of Brazil. En een andere benefit is increase customer reach. By adopting PIX, businesses can cater to customers who prefer using this popular payment method. Ik zei al eerder in mijn presentatie, wij zijn bezig een order to pay flow te implementeren. Maar het succes zal los van onze implementatie ook afhangen van de availability van payment systems. En met de payment systems die er nu zijn, weet ik al dat dat gedeelte limited zal zijn. Het succes zal limited zijn. En dat is nog een reden voor mij om te zeggen, hey, we moeten engageren met anderen. We moeten nog meer effort hierin stoppen. Want niet alleen Telesur zal er voordeel aan hebben, maar wij met z'n allen. Wat hebben we eigenlijk nodig? Want daar komt het op neer. Het is allemaal mooi wat ik heb verteld. Wat hebben we nodig? Als je kijkt naar onze banking systems, en ik ga me lichtelijk op glas ijs begeven, zeg ik van tevoren. Ik ben een telecom man en geen banking man. Maar uit mijn observaties hebben we te doen met verschillende banking systems en die onvoldoende met elkaar communiceren. Dus,
in mijn research, want wat Ferrando vergeten is te vermelden, is dat ik nog een heugelijk feit te vieren had. Ik ben vorige maand afgestudeerd voor mijn tweede masters. En ik had dit eentje in management in telecommunications. En het pusht me alleen om nog meer te onderzoeken en niet gewoon stil te staan bij de status quo. Wat we nodig hebben is een unified payment interface. Als we een unified payment interface hebben, dan kunnen we opvangen de challenges die er zijn met de verschillende banking systems. En we kunnen het op een zodanige manier aanpakken dat alle payment solutions die er zijn, klanten kunnen gebruiken. Want uiteindelijk gaat het erom, de klant gaat zelf bepalen wat zijn preferred payment solution is. It's the customer who decides. Dus eentje die ontwikkeld is, dat het meeste gemak heeft, dat het meeste voldoet aan, ga even terug, aan deze voordelen, speed, convenience, security, dat gaat de klant zelf bepalen. Maar uiteindelijk moet dit dilemma, waarbij er geen unified payment interface is, opgelost worden. En met name in India is er hieraan gewerkt. En met name in Brazil heeft de Central Bank van Brazil hiervoor zorg gedragen. Dus wij kunnen dit concept ook gaan toepassen. En dan kunnen we volgend jaar met z'n allen hier zijn op de summit. En die champagnefles waarvan je alleen het geluid hebt gehoord, kunnen we dan volgend jaar de inhoud van drinken. Wat vinden we daarvan? U heeft het met een applaus beaamd, dus het betekent die fles gaat zo blijven, gaat terug in de koelkast. We gaan hem volgend jaar drinken. Goed, wij hebben als missie securing our digital future. Wij zijn bezig met ons deel, de infrastructuur leggen, een basis leggen. Dat deel van de infrastructuur is cruciaal, dat beseffen we, om die digitale economie te stimuleren. En daarom investeren we er ook goed in. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst. En willen we dat Suriname meedoet aan de mondiale digitale economie, then we need a good, reliable, convenient e-payment system. En we werken vanuit Unify5P eraan, maar uiteindelijk de hurdles die er zijn, hebben met name te maken met hetgeen ik net heb laten zien, een unified payment interface, and that's what we need. Bedankt voor uw aandacht. We will do everything to secure our digital future. En bedankt nogmaals dat u hier aanwezig wou zijn om naar mijn presentatie te luisteren. Grantangi. All right. Mike, je mag even blijven staan, want misschien hebben we twee of drie vragen vanuit het publiek. We hebben nog enkele minuten daarvoor. Kort en krachtig alsjeblieft je naam even. En de vraag of je opmerking, introducties en inleidingen graag na de afsluiting van de summit. En Mike ook AUB kort en krachtige antwoorden. Yes, wie? Deze meneer. Yes. Hi. Goeiedag, Ricky Rusland van Akribank. U zegt e-payments als engine voor onze digital future. Dan verwacht ik dat Telesur vooral het spoor legt waarop die engine rijdt. In hoeverre vindt u het eerlijke concurrentie als u zelf ook een engine laat rijden? Wat bedoel je met engine? Als u zelf ook een trein, dus een Unify-P, als Telesur pusht op de markt. Kijk. In hoeverre is het eerlijke concurrentie tegenover Mopi? Nou kijk, ik denk niet dat we zitten op een vlak van concurrentie.
Ik moet zeggen, het is een, we wisten niet dat Mopay bezig was, of Hakrimbank bezig was dit te ontwikkelen. Wij hebben dit product gelanceerd voordat Hakrimbank het gelanceerd had. En het is daarnaast ook zo dat Hakrimbank na zijn lancering een veel snellere groei gehad heeft dan Uni5Pay. Wij hebben er alles aan gedaan om zeg maar in-app allerlei toepassingen te doen, waardoor onze growth ook tot stand is gekomen. Belangrijk in het geheel is, we moeten dit geheel niet zien als concurrentie, maar we moeten het zien als een manier om de samenleving te bedienen. Want uiteindelijk gaat het erom hoeveel e-payment mogelijkheden er zijn er die uiteindelijk erin resulteren dat we digitaal kunnen gaan betalen. Tot op dit moment zijn zowel Mopay als Uni5Pay niet erg succesvol, omdat het nog geen geïntegreerd deel uitmaakt van onze samenleving. Dus uiteindelijk moeten we meer kijken naar what do we need om het uiteindelijk wel succesvol te gaan maken. En daar zal de focus zich op moeten richten. All right, next question. Als yes, je eerst thanks. Iemand anders de gelegenheid geeft, dan kun je straks eventueel nog een vervolgvraag stellen. Als je het niet erg vindt, ja, hier. Goedemiddag, ik heb een vraag. Maar daarvoor wil ik een kleine intake doen. Intake? Nee, geen intake. Ik bedoel, een inleiding. Sorry. So, je zei dat er 5G is. En het is voor marketing purposes gebruikt. Maar zou het ook niet goed zijn als we het kunnen gebruiken? We zien ook een van de opkomende industrieën is gaming. We zien SVB doet er niks aan. Hij heeft zelf in een roadmap gezegd dat het een van onze zwakke punten zijn van voetbal. Maar als we ook kijken naar andere industrieën, bijvoorbeeld NBA, hebben een hele league opgezet. En zou het niet goed zijn als gamers een betere MS hebben om te gamen? En dat ze samen kunnen werken en dan een market, een business, something, iets daarvan kunnen maken? Ja, ik heb inderdaad het van marketing benoemd. Het is niet alleen marketing. Voor ik inga op je vraag, wil ik het even verduidelijken. Het is vanwege het feit dat er te weinig handsets nog 5G ondersteund zijn. Bijvoorbeeld Samsung, ze hebben geen tijd voor ons. En waarschijnlijk ook omdat we zo klein zijn, dat ze zoiets hebben van, hey, jullie zijn op de laatste plaats, we weer meer. Maar gelukkig hebben we dat niet met Apple. Dus het beperkt zich voorlopig tot Apple. Maar waar wij ook nog naar kunnen kijken, is natuurlijk, we doen al het een en ander met zeg maar de gaming community. Dus misschien dat we daar helemaal niets mee doen. Maar het hangt er ook vanaf waar die community zich begeeft. Want voor ons is de 5G op dit moment uitsluitend in downtown Paramaribo. En zolang niet alle handsets 5G ondersteund zijn, gaan wij het niet verder uitbreiden. All right. Nog twee. Vincent. Goedemiddag, Vincent Kensel, Creative Tech op Kriwin. Dankjewel voor de presentatie. Ik heb inderdaad digital deze presentatie al gezien, maar ik heb toch iets nieuws gezien, dus dank je wel daarvoor. Eigenlijk meer naar die cash economy. We zijn inderdaad een cash wanted people. En jong geleerd is oud gedaan. Dus wat kan Telesur doen om incentives te geven, bijvoorbeeld op scholen, dat we daar al beginnen die leerlingen en studenten te leren van cash af te komen en bijvoorbeeld kantines te faciliteren met equipment, zodat we gewoon met digital betalen. Ik ken Vincent al heel lang, hè. Maar ik hou van je passie voor scholen en voor jongeren, echt waar. Je vragen komen echt basically steeds terug op die koor. Voor ons, to reach out to schools is een bit challenging. In het voorbeeld van jou, maar wat we wel doen is, we geven uitsluitend bonussen en daarmee bereiken we dan ieder als ze digitaal opwaarderen, dat we 100% bonussen geven. Want op die manier geven we een incentive. Een incentive waar je naar vraagt. En dat is ook voor de jongeren, toch? Wanneer je zo'n bonus kan krijgen. Maar, en dat zal je, moet mensen ook stimuleren en triggeren om uiteindelijk, zeg maar, een wallet te registreren en uiteindelijk zo te stimuleren dat je digitaal gaat betalen en digitaal credits gaat kopen met als voordeel een 100% bonus. All right, thank you. Last question.
Goeiedag, ik ben Xavier en u had net picks gewezen toch, van Brazil. En als we het vergelijken met hier, MoPay heeft een API, maar pas wanneer je officieel bedrijf bent. En maar Pix heeft wel een public API key. Zou het dan misschien ook hier kunnen? Ja, dus dat is ook wat ik mij afvraag en waarom ik deze presentatie hou. En waarbij ik met name benadruk van, we hebben nodig een interface dat ervoor zorgt dat je integraties kan doen. En die interface is er op den duur onvoldoende. En waar we naartoe moeten werken, is een soortgelijke implementatie te hebben hier in Suriname. Want het moment we dat hebben, kan ik je één ding zeggen, onze digitale economie zal gaan als een skyrocket. Alright, thank you. We hadden eigenlijk 3 vragen, maar ik zie de vertegenwoordiger van de centrale bank. Dus we geven aan Baksies, niet dat jullie dat doen. Maar ga je gaan? Goedemiddag, natuurlijk wil ik dan ook even hierop ingaan. Heel kort, ik bewonder het en we zijn ook heel erg bezig met zowel Unify5Pay als MoPay verder te brengen in het land. Maar u maakte een hele interessante opmerking en daar wil ik graag op ingaan. En dat is 1, wat kunt u doen voor de scholen? En u had het ook over, als er al e-payment systems zijn, dan kan Telesuur een rol vervullen om daar wellicht mogelijkheden in te scheppen dat dat gratis kan worden, zodat iedereen dat kan accessen. Dus ik zou even willen vragen, nu zijn er payment systems, u bent onderdeel als Telesuur van 1 van ze. Zijn er 1 mogelijkheden van de payment systems om die enigszins gratis al beschikbaar te stellen, zodat ook de jeugd die vaak geen data heeft daar gebruik van kan maken? En het tweede ook van de API wat net over werd gesproken. Ja, wij zijn ook voorstander van een unified payment interface, maar ik denk in de private sector met wat we nu hebben, dat het wellicht ook al kan gebeuren bij zowel MoPay als Unify5Pay. Graag uw reactie daarop. Ik denk dat u de vraag stelt omdat u van mij bevestigd wilt horen wat ik al gezegd heb tijdens mijn presentatie. Ik heb aangegeven dat ik zo gauw wij een bepaalde implementatie binnen ons netwerk af hebben, dat wij ons eraan committeren om dat te doen. Om het gratis aan te bieden. Belangrijk is, wij geven daarin aan wat onze incentive is. Maar aangezien u van de centrale bank bent, wil ik u direct daarbij aangeven dat dat niet zal zorgen voor een integrale oplossing. We moeten gaan werken aan een unified payment interface. Want de beperkingen die zowel er zijn bij Unify5Pay als bij MoPay, die zullen nog niet verholpen zijn daarmee. Zeker. Ik bedank u en met dat commitment kunnen we alvast verder samen met elkaar. En de tweede, daar ben ik helemaal mee eens. En daar zijn we ook gesprek aan het voeren over. Maar wat gaan we doen ten aanzien van de snelheid van die gesprekken? Tijdens, kunnen jullie dit tijdens Want de champagne achter? Want dat is waarom ik mijn presentatie heb gehouden. Alright, ik ga jullie linken straks, ja? Alright, mag ik een warm applaus voor onze keynote speaker voor de closing, Mike Antonius. Lobby. Alright. Mike vergeet altijd 1 hele belangrijke les die we hebben geleerd van een gezamenlijke vriend. En dat is de man met de mic. Dat vergeet hij altijd wanneer hij de bal terug probeert te kaatsen. Alright. Maar alle grap op een stok. Mike, bedankt voor de heldere presentatie. Ook de uitdagingen die je daarmee hebt blootgelegd. Onder andere voor onze digitale economie in Suriname. Je hebt mij ook geschoffeerd letterlijk met mijn papiertjes. We moeten paperless worden. If something ain't broke, don't fix it. Maar tegelijkertijd, you can improve it. Dus ik point teken, ik neem het mee. Volgende keer kom ik met mijn... Want ik heb een tablet hoor. Maar dan moeten al die mensen die dingen op het laatste moment aan me geven, om door te geven, ze ook voor me e-mailen. Ja, dat gaan we doen. So point taken, thank you. Ik moet nog 1 hele belangrijke observatie maken als key takeaway, denk ik, voor ons met z'n allen en als organisatie. Maar ook de participanten van de ICT Summit 2023. En met Mike's presentatie is dat heel evident voor mij geworden. Ik mis hier de mensen die deze presentatie zouden moeten horen. Als ze het nou eens zijn met Mike of niet, als ze het nou
compleet oneens zijn met Mike of niet, maar het moet wel zorgen voor dialoog. Dus ik mis hier de Kenneth Hendrisons van deze wereld. Ik mis hier de Rafiks van deze wereld. Gelukkig zie ik Alexander zitten in de zaal. En I must compliment you for that. Because ik zie niet vaak directieleden die complete conferenties gewoon erbij blijven zitten. En daardoor missen ze heel veel van wat er gebeurt. En zonder dat ze het doorhebben, dan ontwikkelen ze een eigen ivoren toren ergens daarboven. Die niet meer aansluit op de realiteit. 1 van hun werknemers, 2 van hun klanten en 3 van de omgeving waarin ze moeten werken. Dus ik hoop dat je dat aan die collega-directielieden van overige stakeholders, laten we ze maar zo noemen, vertellen. En het is geen trap na, het is juist dat ik ook denk dat de ICT-associatie misschien ook daarin een rol te vervullen heeft. Als te zijn verbinder en vragen aan mensen van hey, morgen, dus de tweede dag, hebben we een presentatie van de CEO van Telesur. Hij gaat in op digital, de digital economy in Suriname. Please make sure you're at the closing keynote. Waardoor je gelijk bruggen slaat, zoals dat net is gebeurd tussen de centrale bank en Telesur. Kleine finders fee dadelijk op jou. Ja. Dus dat wilde ik nog even als observatie meegeven en dat het eigenlijk een leermoment voor ons ook is om ervoor te zorgen dat we erbij zijn wanneer we met elkaar over dit soort hele ingrijpende ontwikkelingen binnen ons land praten. Alright, dan heel kort nog een paar mededelingen aan het eind. Vergeet niet, we hebben de netwerkborrel vanavond in Telesur HRD aan de Anton Drachtenweg, ik wilde zeggen de kom. Anton Drachtenweg, ja. We hebben een winnaar van de raffle. Nee, we hebben 3 winnaars. Dus ik wil even DataSuur snel de gelegenheid geven om de winnaars bekend te maken. De 3e plaats wint een SR-domeinnaam gratis voor 3 jaar. Kunnen we dat in beeld krijgen? Zo, officieel hier, hè? Ja, alright. We gaan nu voor de 3e plaats, hè? We gaan voor de 3e plaats en... Ja. We hebben geen politie hier, we hebben niemand van Nationale Loterij hier. Ik weet niet of dit ding oké is hoor, dus alsjeblieft. Dadelijk moet niemand komen complainen. Kijk je naam, ja, gaat het op je naam vallen? Oh, oké. Okay. Is die persoon in de zaal? Ja, kom maar, 3e plaats. Ja, je mag even staan. Ja, deze meneer heeft gewonnen. Ja, iedereen van DataSuur gezien. Alright, snel, 2e plaats. Wint een fully designed website. Fully designed website, 2e plaats. Kom weer. Ja, nu vind je het vervelend dat je je kaart niet had gezet, hè? Ik ook. Ja. En niet dus. All right, meneer Roeplal, mevrouw Roeplal, sorry. Waar is mevrouw Roeplal? Oh, u heeft gewonnen. Ja, gefeliciteerd. 2e plaats, fully designed website. En de 1e plaats, een Samsung Galaxy tablet. Eigenlijk naar mijn bewina staan en ik kan op hier amoro. Ai. Hebben jullie 2 toevallig? Nee, laat maar. Let's go. 1e plaats, Samsung Galaxy tablet. Jimmy, waar is Jimmy? Jimmy, kan je opstaan? Yes. Jimmy, wil je ruilen? Ik heb waardevolle papieren hier, jongen. Gefeliciteerd, dat is dus de 1e prijswinnaar voor de raffle van DataSuur. Alright, en dan nog heel snel.
We hebben straks een groepsfoto, dus ren alsjeblieft niet weg. We moeten natuurlijk ook weer onze sponsoren bedanken. Zonder sponsors geen conferentie. Ik ga de lijst van sponsoren noemen en dan gaan we aan het eind ze allemaal een warm applaus geven. Staatsolie, Assyria, Kernel IT. En dan hebben we onze bronsponsors Ibis, B-Nets, UCC, de Hakerinbank. Zilversponsoren zijn Ineffable, DSB, Infotrans samen met Cisco, Ox 88. En onze goldsponsoren zijn Huawei, Libra, Telesuur, CHS, Datasuur. En onze platinum sponsor is Qualogy. Mag ik een applaus voor onze sponsoren? En dan komt er straks, Adigba, QR-code voor de evaluatie van vandaag. Alsjeblieft kun je ons helpen om daardoor ervoor te zorgen dat de summit van volgend jaar nog beter is dan die van hier. Heb je het voor me ge-emailed? Ik weet niet wat je gaat zeggen. Ik heb mijn telefoon. Je heeft gezegd, paperless, waar is mijn e-mail? Nee. Hold on. Zie je wat er gebeurt, Mike? Zie je wat? All right. Yeah, you could have WhatsApp me that. Literally. No, I know. I'm working. Zie je? Mike, zie je? Papier is geduldig. Ja. Yeah. All right. Dan wil ik nog twee dingen van je vragen. Kun je alsjeblieft opstaan? Ja, iedereen? Kan je even opstaan? Yeah, heel goed. All right. Kies vier mensen in je directe omgeving. Vier mensen. Keer je om desnoods als dat nodig is. All right. Great. En ja, als er niemand achter je zit of staat, dan moet je iemand naast je nemen natuurlijk. Links of rechts. Ja, oké. Hier is de opdracht. Heel simpel. Denk eerst voor jezelf 10 seconden na over je key takeaway van vandaag. 10 seconden, dus de eerste komende 10 seconden hoor ik niemand praten, want dan denk je na. En dan ga je die takeaway delen met die mensen met wie je hebt geconnect net. Die 3 of 4 mensen in je omgeving. En go! Oké, volgende persoon. Volgende persoon. En de laatste persoon. All right, have a seat. Thank you so much. Have a seat, have a seat. Dank je wel. Alright, ik weet niet welke taal die groep spreekt. Ja, toch nog Nederlands. Great. Alright, jullie mogen plaatsnemen. You may have a seat. Ja, iedereen wil Joe spreken ineens. Ik weet niet waarom. Na Mike zijn presentatie. Allemaal takken naar Joe. Alright, we zijn echt aan het eind gekomen van deze summit. Ik hoop echt dat jullie een hele leerrijke waardevolle ervaring hebben gehad dit jaar. We hopen jullie natuurlijk volgend jaar weer terug te zien. Ik wil het bestuur van de ICT-associatie vragen om even het podium op te komen, want zij zijn de motoren achter de conferentie. Ik wil Anfiet vragen om in 1 minuut de conferentie af te sluiten en daarna gaan we samen een groepsfoto doen. Helio is klaar voor de groepsfoto. We gaan eentje doen. Hij gaat gewoon hier staan. Jij gaat mooi kijken in de lens vanuit je plek. Ja. Mooi kijken is echt makkelijk. Probeer het. Hij gaat hier staan. Jij kijkt gewoon mooi vanuit
Ja, we willen wel iedereen hier hebben. Dus kunnen we alvast dat doen? Kunnen we die stoelen hiervoor vullen? Alsjeblieft, ja, kunnen jullie dat doen terwijl het bestuur opkomt? Die mensen helemaal achterin, kunnen we de seats voorin vullen? Ja, toch? Want anders wordt die foto niet zo mooi. Ja, Mike heeft helemaal gelijk. En dat kunnen we niet met AI oplossen. We hebben jullie nodig. Ja, nee, haal het weg. Reserved, sorry. De man ook. Ja, er zijn nog meer stoelen vrij, helemaal voor. Kom maar even voorzitten, alsjeblieft. Voor de foto kunnen we alle witte stoelen vooral vullen. Kunnen we alle witte stoelen vullen? Er zijn zoveel witte stoelen. Ja. Ja. Sommige van mijn vrienden willen dat ik hun naam noem, denk ik hoor. Daarom blijven ze gewoon zitten op die, witte op die blauwe stoelen. Krakko, kan je naar een witte stoel komen? En hoe noem ik me doen eens, no? Alexander, kan je... Het is een blauwe stoel waarop je zit. We vragen dat je de witte stoelen vult. Yes. Die mensen van Datasuur achter, kunnen jullie ook komen voor de witte stoelen? Ja, de mensen van CHS. Jullie kunnen ook even komen. Laat maar één persoon in die boot. Om ervoor te zorgen dat alles veilig is. De rest kan komen naar die witte stoelen. Ik zie ook mensen van Telesuur daarachter. Jullie zijn ook uitgenodigd voor de groepsfoto. Jawel. Mike, mag het? Ja, jullie mogen break. Kom. Yes, alright. Dan wil ik Anvie de gelegenheid geven om in 60 seconden de conferentie af te sluiten. En dan gaan we de foto doen. Thank you very much, Master of Ceremonies. Laat me beginnen om ieder te bedanken voor jullie aanwezigheid. Zonder uw aanwezigheid was er geen summit, was er geen kennisuitwisseling en ook geen best practices. Dat is één. Twee, bedankt aan alle sponsoren. Dat heeft de MC ook meerdere malen gedaan. Nog eens een keer, namens het bestuur, dank voor jullie inzet. Want ook zonder uw inzet konden we niet hier staan. Ten derde, bedankt aan met name Sheetal Sujan en Sharissa Parmanand Sharman. Als deze twee dames van het bestuur ons niet hadden getriggerd, en met ons bedoel ik dan de drie andere heren binnen het bestuur, Virgil Pinas, Nilesh Bisheser en mezelf, dan was er geen summit geweest. Mag ik alsjeblieft een round of applaus voor Sheetal en voor Sharissa? Dat zijn 30 seconden MC, ik heb nog 30 seconden hopelijk. Summarizing, I have four she's, ik heb vier she's. Ik heb alle sessies gevolgd dat ik kon volgen. Het begint met een stukje connection, dat is de eerste C. We zijn eigenlijk hier aan het connecten. Vervolgens heb je communicatie, dat is de tweede C, communicering. Dat doen we nu. We wisselen informatie met elkaar uit. De derde is wat Mike zo heeft beklemtoond. Collaborating. We moeten nu echt leren samenwerken. Als we dat nu niet doen, believe me, we will lose the whole picture of our future. Not only within the ICT sector, but all other sectors. And the fourth one is the most important one, commercialization. Want uiteindelijk gaat het om business, uiteindelijk gaat het om waardecreatie. Dus nadat we hebben samengewerkt, moeten we ook samen geld kunnen verdienen. Dat is wat wij als ICT-sector vinden. Ik hoop hiermee dat we dan een mooie summit hebben gehad. En we zien u allemaal next year terug. Back to the MC. Hij heeft van die 6 een 9 gemaakt. Het is 90 seconden geworden, maar is niet erg. Jullie mogen ook op de foto, dus please have a seat. Ik kom ook joinen. Helio, je bent uitgenodigd. Dames en heren, het is echt niet zo moeilijk. Even je telefoon wegzetten. Ja, toch, want het is een beetje raar als je op een groepfoto bent en je kijkt naar een telefoon, je kijkt naar een scherm. Alright, ik kom ook hier zitten. En we gaan aftellen in 3, 2, 1. Kijk mooi. En kunnen we nu een ontspannen versie doen van wat we net hebben gedaan? Ai, kunnen we lekker relaxed gewoon ontspannen, je weet toch? 3, 2, 1, komt-ie. All right. All right. En nu komt die hele moeilijke.